Yo, what up, pra, in the building, yo, ja. Oké, school, luister, naar aanleiding van de gebeurtenissen omtrent Lars hier, hebben Victor en ik even iets te zeggen. Willen Masuzi Walimu en ik wat zeggen? Nou, gefeliciteerd. Hé, hey, Erik nou. Met de domste outfit ooit. Gaat hij nu al slapen, hè? Nou, liever een pyjama dan een dom naveltruitje, vriend. Mijn moeder heeft een behoorlijkheid gewassen. Lars is een gewone, heel normale leerling. Net als iedereen. Lars wil ook zo behandeld worden. En dat willen wij ook graag. Hij is geen uitzondering. En daarom willen wij speciaal voor Lars vandaag iets moois doen. Ik pas de mic nu aan Masuzi. Yo, hulst uit. Schaamte. Walging. Teleurgesteld. Lars is voor aap uitgemaakt. En jullie zeiden niets. Er werd gezegd dat Lars uit de anus van een homo-meneer kwam. En jullie deden niets. Kwaad floreert niet door de daden van één slecht mens, maar door het zwijgen van 100 goede mensen. Niets spreken is ook spreken. Niets doen is ook iets doen. En daarom gaan jullie de komende 24 uur niet eten. Jullie gaan solidair zijn met Lars, met mij en met iedereen uit ons land. Toch, Lars? Ik heb sponsors geregeld. Het geld dat we ophalen gaat naar een goed doel. Voor vragen en antwoorden kunnen jullie terecht bij de leiding. Sta allemaal op. Twee vuisten in de lucht voor Afrika. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Dit is fantastisch. Nu kan ik eindelijk checken of de legende waar is. Welke van de 100? Nou, dat hier op school, na middernacht... Peter-Jan Rens optreedt, maar eigenlijk nooit publiek heeft. Nee, niet die. Nee, dat hier, na middernacht... De groep straatjongen bij elkaar komt om over hun gevoelens te praten. Nee, ook niet die. Nee, dat hier, na middernacht, op een geheime plek... een modepaleis opent. Voor iedereen die om kleding verlegen zit. Tegen bespottelijk lage prijzen. Ik zoek het al jaren. Ah, ik voor mij een nieuwe trui, nou, voor jou ook iets nieuws, zodat je niet in het zielige pakje al rond hoeft te lopen. Marietje, waarom doen we niet mee? Zijn we Oost-Indisch doof? Mijn schouders zijn uit de kom. What the fuck? Wat een hoer. Schouders uit de kom, ze heeft iemand afgetrokken. En dan houden we nu 10 minuten stilte. Voor mijn land. Afrika. Afrika is geen deze land. Oké, dat is racistisch. Jij mag bij me nablijven. Ik zit niet eens bij je in de les. 2 keer nablijven. Oh ja, hoe heet ik dan? Huf, Frens, Kinderindrik. Kut, hoe weet hij dat? Haha, lekker voor je Huf, Frens, Kinderindrik met je kutsnaam van de hele school. Hou je bek, jongen, wat een keer heeft de kutsnaam van de hele school. Ja, keer. Je hangt er ook een deks.